Welkom bij Arnhem Report op reces met. Tijdens de politieke break is de bestuurlijke crisis in Arnhem nog altijd in volle gang. Tijdens deze serie spreek ik met alle Arnhemse raadsfracties in de Eusebiuskerk. Vandaag VVD-raadslid Stephanie Papen. Haar partij werd onaangenaam verrast door de coalitiebreuk en wil deze het liefst zo snel mogelijk lijmen. Nou, goedemorgen, is nog mevrouw Papen, raadslid van de VVD in Arnhem. Op reces met dit jaar. Vorig jaar spraken we met uw collega. Inmiddels een jaar verder. Veel gebeurt ook in de Arnhemse politiek. Maar al eens even misschien naar uzelf, als u het goed vindt, zo in de recesperiode. Wat doet u dan zoal als u niet met politiek bezig bent? Nou, dit jaar ben ik vakantie aan het vieren in Arnhem. Mm-hmm. We gaan niet weg dit jaar. We zijn vorig jaar verhuisd, dus lekker genieten van ons nieuwe huis. Mm-hmm. En wat doe je dan zoal? Nou, het is echt genieten van de stad. En mm-hmm. Arnhem heeft natuurlijk fantastische vakantiemogelijkheden in de bossen eromheen. En in de leuke restaurantjes en terrassen in de stad. Mm-hmm. Ik vind het heerlijk. Gewoon genieten van de dingen om je heen. Ja. Ja. Zijn het van een hobby of zo waar u zich mee bezighoudt? Ja, ik rijd paard. Paardrijden? Ja, dus ik ben nu... Nou, het is nu vandaag bijna 40 graden. Ja. Is het warm misschien of niet? Het is heel warm voor paarden. Ja. Ik was om 7:45 op de manege om even wat dingetjes te doen. En toen was het nog 25 graden, dus dat was prima. Ja. Ja. Maar daar besteed ik veel tijd aan. Ja. En natuurlijk gewoon leuke dingen met de kinderen. Eigen paard ook? We hebben sinds eigenlijk deze week weer een eigen paard. Okay. Want ons paard was een paar maanden geleden ingeslapen, heel verdrietig. Oh, dat is jammer. Ja. Ja. Dus dat is natuurlijk nu ook heel leuk om in zo'n reces mee bezig te zijn. Ja. Oh, leuk, ja. Ja. Andere dieren nog? Huisdieren? Of alleen... Ja, we hebben twee honden, twee katten en nog een paard met pensioen in de wei staan achter ons huis. Dus we hebben veel dieren om voor te zorgen. Ja. Een heel gezinsleven ook voor mij, toch? Kinderen? Ja, drie kinderen en een man. Ja? Ja, dus het is bij ons altijd heel gezellig. Allemaal thuis nog? Allemaal thuis nog, ja. Ja, de oudste is 18, de jongste 14, dus Oké. Leuk. Dit jaar dus niet op vakantie. Nee. Wat zijn zoal dingen die u verder hier doet dan? Want u gaf aan van, het is genoeg te doen. Heeft u nog wat... Wat tips? Wat ik zeg, ik vind Arnhem echt de afgelopen jaren enorm ontwikkeld op het gebied van hele lekkere en leuke restaurantjes in alle soorten en maten. Hè. Mm-hmm. Het is altijd lastig om namen te noemen, want er zijn er ook een heleboel die je niet noemt. Maar we hebben hele leuke kleine restaurantjes waar je hele bijzondere dingetjes kunt eten. En je hebt ook gewoon lekkere pizza's die je kan eten en Mexicaans en dan noem maar op. Dus er is ontzettend veel keuze en... De ene keer met kinderen en de andere keer met z'n tweeën. Dus, en daar genieten wij enorm van. Ja. Ook als we in het buitenland zijn, gaan we altijd heel veel lekker eten. Dus dat vind ik heel fijn. Ja. En wat ik zeg, het groen en de bossen om Arnhem. Ja. Met de honden wandelen, met paard door die bossen struinen. Ja, dat is natuurlijk wat dat betreft leven we in een prachtige stad. Ja, duidelijk. Mooi. Nou, genoeg. City marketing even, denk ik, voor dit moment. Een stapje naar de politiek dan toch. Allereerst misschien even, zonder, er is natuurlijk veel gebeurd de afgelopen periode. Maar wat zijn misschien dingen waar u toch trots op bent over de afgelopen jaren, als u terugkijkt in zijn algemeenheid, binnen de Arnhemse politiek? Of binnen die partijen, vul het zelf maar in. Maar... Ik was heel trots op het coalitieakkoord wat wij ruim een jaar geleden gesloten hebben. Dat is niet over één nacht ijs gegaan. Hè. Dat was natuurlijk omdat we met vier partijen lang hebben onderhandeld, was dat echt wel ingewikkeld. Mm-hmm. En ik vind dat we daar een mooi evenwicht in hebben gevonden. Mm-hmm. Daar was ik eigenlijk best wel trots op. En de vraag is of je daar dan nu nog trots op moet zijn, omdat je nu weet dat toch niet gelukt is. Maar daar zitten mooie dingen in als het gaat om de stabiliteit van de financiële stad. Maar ook als het gaat om klimaat, ook als het gaat om cultuur. Er zitten gewoon echt hele mooie dingen in. We hebben voor de wijken mooie dingen in het coalitieakkoord staan. Dus daar ben ik eigenlijk wel trots op. Ja, het is niet gelukt. De samenwerking is niet gelukt. Maar misschien heeft u toch in die korte periode wel dingen voor elkaar gekregen. Dat hebben we toch al bereikt? Of is het bij een papierakkoord gebleven?
Nou, nee, het is niet bij een papieren akkoord gebleven. Nee. Want wij hebben natuurlijk heel veel dingen al wel in gang gezet. Ja. Hè? We zijn bijvoorbeeld bezig met in die wijken, met de bewoners kijken van... nou, hoe kunnen we nou voor het klimaat mooiere dingen doen? Mm-hmm. En we hebben ook, als het gaat om... we willen de markt graag weer wat beter bij de binnenstad betrekken. Nou, mm-hmm. daar wordt met de marktkoopmannen over gesproken. En daar zijn allerlei plannen. Dus dat zijn allerlei dingen die al in gang gezet zijn. Mm-hmm. Dus ja... Dat is mooi ook als dat straks natuurlijk afgerond is. Maar... Ja, precies. Dus een aantal dingen lopen nog. Ja. Misschien een brugje naar dat. Vorig jaar spraken we dat niet met u zelf, maar met uw collega raadslid, mevrouw Kalthoff. Ja. Die had een aantal dingen wel aangaf van, nou, dat zijn belangrijke dingen voor onze partij waar we dit jaar aan willen werken. Waar dit onder andere punten van waren. Misschien kunnen we zo eens kijken wat daar dan inderdaad van gelukt is of niet. Of misschien nog loopt. Ja. Zij onder andere van, we willen in het centrum, mag er geen parkeerplek meer verdwijnen. Ja. Gelukt of niet? Ja, ik denk dat op dit moment gelukt is, ja. Oké. Okay. Ja, en het zal, mm-hmm. Daarop voortbordurend flitsparkeren invoeren? Dat wordt, daar zijn ze nu mee bezig. Dus het mm-hmm. is nog niet zo dat we al flitsparkeerplaatsen hebben gerealiseerd. Maar daar is de wethouder heel hard mee bezig. Wordt een pilot gestart volgens mij, hè? Ja. Daar bent u tevreden mee, hoe die is opgezet? Of hoe dat, ja, ik denk dat dat goed is. En ik denk dat er gekeken wordt naar wat allerlei mogelijkheden zijn. En dan mm-hmm. moeten we naar aanleiding van die pilot straks kijken wat werkt en wat niet. Mm-hmm. En hoe verder. Dus mm-hmm. dat is alleen maar mooi. Ja, mevrouw Kalthoff noemde ook van de lasten mogen niet omhoog. Ja. Dat is ook een punt uit het coalitieakkoord natuurlijk. Daar heeft u zich aan kunnen houden. Dat is tot nu toe gelukt, ja. Blijft dat zo? Nou, dat hoop ik. Ja, dat hoop ik. Kijk, dat is natuurlijk iets wat wij wel belangrijk vinden. Want wij hebben als Arnhem, de Arnhemse inwoner heeft in vergelijking met vergelijkbare steden hoge lasten. Mm-hmm. En de afspraken die we gemaakt hebben in het coalitieakkoord, die zijn er eigenlijk op gericht dat we over 4 jaar... een beetje weer in de pas lopen met vergelijkbare steden. Ja. En dat zou heel mooi zijn. Ja. En ik hoop dat we dat vast kunnen houden. Ja, precies. Ja. Ja. Gezien de situatie natuurlijk, wellicht we nu onderhandeld worden. Maar als we naar vooruit kijken natuurlijk. Ja, nu wel duurzaamheid, want we hebben natuurlijk een klimaatfonds inderdaad van 10 miljoen. Is iets waar u zeker voor mij niet op tegen was. Dus we werken elkaar even, ook VVD is voor duurzaamheid, maar het moet voor de goede dingen ingezet worden. Zoals, zei me vaak altijd van een duurzame stadsdistributie bijvoorbeeld. Hè? Dat zijn een van de dingen die wij graag zouden zien. Ja. Hoe gaat dat met dat klimaatfonds en die miljoenen die daarvoor beschikbaar zijn? Gaat dat de goede richting op volgens u? Nou, daar hebben we kaders voor vastgesteld in de raad. En een van de dingen die wij als VVD hebben ingebracht, en daar ben ik ook wel trots op, is dat we als raad hebben aangenomen dat het voor bewoners en voor ondernemers trouwens ook haalbaar en betaalbaar moet zijn wat we doen. Dus dat we niet mensen met torenhoge kosten gaan opzadelen op het moment dat ze duurzaamheidsmaatregelen moeten gaan nemen van de gemeente. Mm-hmm. Dus dat hebben we met elkaar afgesproken en dat is wel heel fijn. Dus de kaders zijn nu afgesproken van binnen welke bandbreedte kunnen we dan aan de slag als college. En na de zomer komt er een plan met meer echt uitvoering van hoe gaan we verder. Ja. En we hebben net natuurlijk in Kronenburg, die hebben net een soort wedstrijd gewonnen met twee andere gemeenten. Extra subsidie komt er voor. Ja, daar komt een subsidie voor om daar... het is allemaal een ingewikkeld technisch verhaal. Maar het wordt een stuk aardgasvrij daar. Hè? Ja, precies. Het wordt aardgasvrij met behulp van water wat daar loopt. En dat is natuurlijk hartstikke leuk om te zien dat dat soort projecten wel echt kans krijgt nu in de stad. Ja, precies. En die stadsdistributie, hoe zat het daarmee? Ja, daar zijn ondernemers heel druk mee samen met de gemeente om dat voor elkaar te krijgen. Dus dat is ook iets wat loopt. Ja, dat is natuurlijk niet van de ene op de andere dag georganiseerd. Maar dat zou super zijn, want dat scheelt ook heel veel overlast van busjes en vrachtwagens en alles in de binnenstad. Hoe zou dat ook eruit gaan zien? Kunt u een beetje uitleggen wat is uw beeld, wat u daar graag wil? Nou, dat zeg maar er een soort van een hub heet dat geloof ik, buiten de stad komt, waar allerlei dingen naartoe vervoerd worden. En dat het van daaruit met elektrische kleinere voertuigen de binnenstad in vervoerd wordt. Dat is in grote lijnen. Ja, precies. Ja. Dus dat is voor de lucht gewoon natuurlijk sowieso goed dat het elektrisch is. Ja. En het is ook omdat je het wat efficiënter kunt gaan vervoeren. Qua belasting voor de binnenstad zou dat super zijn. Ja. Oké. Okay. Dus die lopen in ieder geval. Ja, dat loopt. Vanuit dat deze periode ook nog wel voor elkaar komt. Ja, deze twee dingen ga ik daar zeker voor aan. Verder, bedrijfsleven, dat hebben we al genoemd. Hè. Dus ik ben natuurlijk
ook wel een partij voor de bedrijven. Van nou, hè, we willen wat minder regelgeving, beter faciliteren. Ja. Wat heeft u voor het bedrijfsleven kunnen doen afgelopen jaar? Nou, we hebben natuurlijk een wethouder die heel erg actief is, bezig is met het bedrijfsleven. En die ook van bedrijven weten aan het opzetten is. En dat is eigenlijk wat we afgelopen jaren in Arnhem gedaan hebben. De vorige periode is van wijken weten, hè, dat we heel veel dingen uit het stadhuis echt terug hebben gebracht in die wijken, zodat je dichter bij die bewoners zit. Mm-hmm. En dat willen we voor bedrijven ook. Omdat bedrijven ook vaak, als ze een vergunning aan moeten vragen, of als ze iets willen in de stad, nou dan soms moeten ze 3-4 verschillende mensen spreken bij de gemeente. En het is dan ook niet eens altijd duidelijk hoe en wat. Mm-hmm. Dus we hebben bedacht, we moeten dat eigenlijk ook voor ondernemers makkelijker maken. Mm-hmm. Dat ze gewoon echt, dat die gemeente en die ondernemer meer samenwerken. Okay. En hij is daar, ook heel druk mee bezig. Hè. We zijn natuurlijk eigenlijk ook nog maar een jaar bezig. Dus we zijn gewoon op dat soort dingen echt nog aan het opstarten. Ja, en dat betekent vooral één loket? Of zijn er nog andere dingen? Ja, een loket is... Want een loket, dat betekent ook weer dat je ergens een kantoortje hebt waar iemand naartoe moet. Het gaat eigenlijk meer om, net als bij Van Wijken weten, dat die gemeente in die stad is. En dat ze, dus het is niet zo dat de ondernemer naar de gemeente moet, maar andersom. Ja. Dus dat is eigenlijk meer het idee. Wordt. Maar als je zegt, soms moesten er 3-4 personen, dat is dan wel één contactpersoon. En die dan voor jou binnen die organisatie van de gemeente gaat kijken waar moet je zijn, wat moeten we doen en hoe is het handigst om te organiseren. Ja. En dat dan faciliteren op die manier. Oké. Goed. Even terugkijken dan wat dat betreft wat u vorig jaar aangaf mee bezig te gaan. Ja. Toch ook even, dan nu het brugje naar de bestuurscrisis, die er natuurlijk nog is op dit moment. Ja. Ik geloof inmiddels een goede maand geleden of zo trok de GroenLinks PvdA de stekker er natuurlijk uit. Er is sindsdien een hoop gebeurd, hoop gezegd. Best heftige dingen soms ook wel over en weer. Die Koenders had over partijen die alleen maar frustreren zijn van processen in plaats van leiden van de stad. Meneer Van der Laag had het over een wespennest wat nog opgelost moet worden, op zonen ingehakt, noem maar op. Nou, er zijn nog wel meer collega's die ik kan citeren die eigenlijk allemaal best wel vervelende dingen zeggen over de sfeer die er onderling heerst, zeg maar. Ik vraag me af, is dat toch altijd leuk om daar middenin te zitten op dit moment in de Arnhemse politiek? Is het nog prettig? Ja, dat is wel een goede vraag. Ik vind het leuk om me in te zetten voor de Arnhemse politiek, maar het komt niet hierdoor, laten we het zo zeggen. Nee. Ik vind deze woorden die u nu noemt wel grote woorden, die herken ik ook niet in die mate. Mm-hmm. De sfeer is natuurlijk niet altijd heel fijn, dat klopt. Maar de sfeer is heel vaak ook wel goed. En wij, de ene partij kan beter met elkaar samenwerken dan de andere partij. Dat is natuurlijk ook zo. Ik denk dat wij als VVD eigenlijk geen ruzie hebben met andere partijen. Mm-hmm. Wij kunnen eigenlijk met de meeste partijen goed overweg. Ja. Dat betreft vind ik het wel leuk om, om in die politiek te werken. Ja, je zegt, ik herken die sfeer niet in die mate. Hoe zou je hem dan wel omschrijven? Want ik noem nu twee collega's, maar er zijn eigenlijk best wel veel partijen wel die wel dergelijke bewoordingen doen. Hoe komt dat dan dat u dat dan zo anders ervaart? Dat weet ik niet waarom ik dat anders ervaar. Nee. Maar hoe ervaart u het dan? Laat ik daarmee beginnen. Ja. Kijk, ik zie wel dat er mensen in de raad zijn die dingen steviger neerzetten dan nodig. Die soms hun ego belangrijker neerzetten dan de inhoud. Dan kun je twee dingen doen. Daar kan je dan heel hard tegen ingaan. En je kunt het ook laten en het over de inhoud hebben. En dat is wat ik ook onze rol als VVD vind. Ik zie het gebeuren, maar laat het een beetje van me afglijden of zo. Ja, en je kunt mensen ook op aanspreken. Hè? En dat doen we ook wel op het moment dat we dat nodig vinden. Alleen je hoeft dat niet altijd met een gestrekt been erin te gaan. En dat is ook niet waar wij ons prettig bij voelen. En wat we ook eigenlijk niet doen, volgens mij. En ik denk ook, en dat is ook wel een oproep aan al mijn collega's, dat we daar misschien een beetje overheen moeten stappen en gewoon aan het werk moeten gaan met die inhoud. Want wij zitten er voor de stad en we zitten er niet om elkaar vliegen af te vangen en om elkaar de les te leren. Ik heb bijvoorbeeld heel veel van je collega's dat ook niet liever zouden willen ergens, maar misschien iets meer aanstoot nemen dan u aan de sfeer die er heerst. Ja. En ze daar toch wel belemmerd in voelen op dit moment. Ja, ik denk dan altijd, maar we hebben natuurlijk best een paar pittige discussies gehad in de raad nu de afgelopen raadsvergaderingen.
En als ik dan kijk naar, we hadden uiteindelijk voor het reces altijd een raadsbarbecue. En, nou, en dan is de sfeer prima. Ja. En dan denk ik, als het hier kan, dan kan het in die raadzaal ook. En dan heb het dan over de inhoud. En als iemand dan een keer te stevig het neerzet, nou ja, of stap er overheen of spreek iemand erop aan. Ja, ja. Maar laten we het alsjeblieft over die inhoud hebben. Ja, want we hebben, nou, wat ik zei, we hebben een prachtig coalitieakkoord. Ja. Er zijn onwijs mooie dingen aan de gang voor de stad. En de een zal het misschien wat meer eens zijn met het een en de ander met het ander. Maar ik denk dat er voor alle partijen mooie dingen liggen. Mm-hmm. Dus laten we daar nou gewoon met elkaar mee aan de slag gaan. Ja, dus voor u is er... ziet u niet in de verhouding of in het gedrag oorzaak zeggen van nou, daar is niet mee samen te werken of dat belemmert de samenwerking? Nee. Oké. Als je naar kijkt, vorig jaar, toen we dit programma maakten, ging het ook bijna in elk gesprek over rapport Frisse toen. Ja. Toen natuurlijk nog actueler was, dat is nu anderhalf jaar geleden. Dat zat er toen een halfjaartje voor ongeveer. Maar nu natuurlijk ook wel, als je ook de verslagen met de informateurs weer terugkijkt, zo is dat, wordt dat rapport toch ook steeds wel weer ook door de politiek zelf wel weer aangehaald. Ja. Hè? Van, dat toch nog wel heel actueel is. Ja. En ook inderdaad, de dingen die benoemd worden, wordt toch nog veel op teruggehaald. Vindt u dat, want destijds onderschreef u dat rapport wel, volgens mij, toch? Ja. De dingen die daarin benoemd werden, had u wel zoiets van, daar moeten we mee aan de slag. Ja. Vindt u nu een jaar later dat die punten ook echt zijn opgepakt? Of ziet u daar deels wel, denk ik. Ja. Ja. En dan gaat u natuurlijk vragen precies welke punten, maar dat zo tastbaar is het niet. Hè? Dus maar ik denk deels wel. En ik denk ook wel dat ik heb wel de indruk dat mensen hun best ook doen om dat goed voor elkaar te krijgen. Maar, en ik zou ook denken van, hoe mooi is het niet als we nu met elkaar laten zien dat we dat achter ons kunnen laten. En dat we gewoon verder kunnen met wat we aan het doen zijn. Maar hoe concreet wordt dat dan? Want inderdaad, ik heb hier bij me, hoef echt niet woord voor woord door. Maar is het afgelopen jaar vooral een keer gebeurd dat je een keer met de fractie, met de partijen bij elkaar hebt gezeten en zegt van, nou, dit aantal concrete adviezen die erin staan en hoe ver staan we daar nu mee bijvoorbeeld? Hè? Want er staan best wel een paar hele concrete dingen in die je zo eens terug kan pakken van, nou, hey, hoe gaat het daar nu mee? Zo concreet hebben we dat niet gedaan. Nee. En misschien is dat wel een goed idee eigenlijk. Oké. Misschien toch een paar puntjes uitpakken waar we zo eens op kunnen reflecteren, als u het goed vindt. De rol van de gemeenteraad wordt daarin in benoemd. Hè? Ja. Het is zinvol om bestaande structuren en procedures na te lopen. De raad kan meer initiatief nemen in agendering en kaderstelling. Het debat in de raad moet meer onderling en minder met alleen het college gevoerd worden. Dat is een van de dingen. Ja. Hoe gaat dat? De agendering gaat wel goed, want er wordt enorm veel geagendeerd. Dus vraag of het goed gaat. Precies, de vraag is of dat... Het kan misschien ook nu wel, want inderdaad, ik heb wel een puntje ik had opgeschreven. De agenda van de gemeenteraad loopt natuurlijk wel aardig uit de hand op dit moment. Hè. Zelden wordt het gehaald. De voorstellen liggen maanden op de plank voor ze behandeld worden. Ja. Even op dit punt. Oké, gemeenteraad agendeert, maar nu gaat het weer die kant een beetje op. Ja. Nou, dat is best een zorgelijk ding, denk ik. Want de vraag is, hoe ga je het veranderen? Hè? Want je moet... Kijk, een raadslid heeft altijd het recht om er iets te agenderen of iets om informatie te vragen. Of, hè? Dat, als je dat niet meer kan, dan kun je je werk ook niet meer doen. Dus de vraag is, zou je dat aan banden willen leggen? Mm-hmm. Ja, ik denk dat je dat niet moet doen. Want dan ga je ook als wie dan bepalen welk onderwerp belangrijker is. Dat is gevaarlijk, denk ik. Yeah. Dus ik denk dat we ons allemaal steeds moeten afvragen, is dit belangrijk genoeg voor een agendering? Is het belangrijk genoeg om artikel 44 vragen over te stellen? Of wat dan ook. Daar hebben we allemaal een verantwoordelijkheid. Ja, En ik denk dat het wel, en dat is ook wat je zegt, misschien goed is om eens te kijken met elkaar van, nou, hoe ver staan we nou? En wat kan nou anders en wat kan dan beter? Mm-hmm. Ja. En dan is het wel, we zitten met 11 partijen in de raad. Dat is wel, dat is nogal, dat wordt dan nog een heel gesprek, zeg maar. En dat onderlinge debat, want daar gaat het om. Het staat van meer onderling met elkaar in plaats van alleen met het college. Dat lukt soms. Ja. Op het moment dat... dan moet ik even goed nadenken wat voor onderwerpen. We hebben wel een aantal onderwerpen gehad waarvan ik dacht... En dat is op het moment dat het college zegt van... Nou, we hebben dit en dit voorstel. En raad, kijk maar wat je ermee doet. Hè? Wat je belangrijk vindt. Op het moment dat er een goed en duidelijk voorstel ligt, lukt dat heel goed, merk ik.
Maar op het moment dat er een voorstel ligt wat nog niet duidelijk is, wat nog niet, waar nog heel veel vragen over zijn en waar het college eigenlijk ook niet heel goed de antwoorden op heeft nog, ja, dan wordt dat natuurlijk lastiger. Ja. En dat zie je in de praktijk ook gebeuren. Ja. Is dat wat u aanzet ook een van de problemen? Want dat hoor je ook wel eens, want u geeft aan van het college ook nog niet goed antwoord heeft, die informatieverstrekking, hè, van het college naar de raad. Ja. Dat ook een van de oorzaken misschien wel is dat debatten zo lang duren, de vragen komen, initiatieven komen, dat nog wel een probleem is. Ik weet niet of het de oorzaak is, maar het is wel, het helpt niet. U dus, onderschrijft dat wel, dat die informatievoorziening beter kan? Ja, dat denk ik wel. Maar ja, weet je, en dan denk ik ook, dat college zit er ook net een jaar. Dus geef ze de kans, Geef elkaar wat ruimte ook om fouten te maken. En dan natuurlijk moet je nooit fouten maken ten koste van je stad. Maar je kunt mensen helpen in hun rol. Ook wel interessant, omdat juist ook in dat rapport Frisse over dualisme gesproken wordt. En dat voor mij ook juist een van de dingetjes nu, juist in die bestuurscrisis, hè, dat GroenLinks eigenlijk, of meerdere partijen eigenlijk D66... met name verwijten van wel heel dualistisch te zijn, meer de oppositierol in te nemen. Wellicht is het de ene kant doorgeschoten, maar juist dat rapport Frisse gaat er juist eigenlijk over dat partijen te veel in de lijn van het college ook liepen eigenlijk. Hè? Ja. Is dat niet een beetje merkwaardig of tegenstrijdig? Hoe ziet u dat? Nou, ik denk dat dat op zijn lichtste inderdaad een beetje merkwaardig is, of in die zin. Kijk, ik zie inderdaad dat D66 die dualistische rol heel erg gepakt heeft. Hè? Mm-hmm. En veel meer dan in de vorige periode. En dat is ook op zich een hele goede rol, denk ik. En de vorm, daar kan je dan over oneens zijn. Mm-hmm. En ik zie ook een uitgestoken hand naar van, nou, dit is dus niet de vorm. Want we kunnen daar ook afspraken over maken om dat anders te doen. Ja. Dus ik kan me ook voorstellen dat die ook op zoek zijn naar van, nou, hoe dan? Hoe dan wel, ja. Ja, en ook daar geldt. Laten we elkaar daar dan bij helpen. En, je zou kunnen zeggen dat D66 het advies van Frisse heel erg te hard heeft genomen in die zin. Ja, hè? Misschien iets te veel naar de zin van sommige partijen. Maar, weet ik niet of dat is omdat Frisse dat zegt. Dat weet ik niet. Maar kijk, op zich is dualisme is niks mis mee. Dat is alleen maar heel, heel mooi. Ja. Alleen je moet als college natuurlijk wel ook het gevoel hebben dat je gesteund wordt door je coalitiepartijen. Mm-hmm. Nou, dat gevoel is er niet altijd geweest. Of dat nou terecht is of niet. Dat is niet aan mij om dat te beoordelen, vind ik. Mm-hmm. Maar ik zie ook wel dat ze daar ook wel in afspraken over willen maken. Ja. Of in willen meebewegen van, hoe dan wel. Ja, precies. En ook, hè, als we kijken naar vorig jaar en ook wat collega die ik vorig jaar sprak over zei van, we hebben juist een minder dicht in het akkoord. Ja. Ook een van de adviezen van Frisse. Ja. Zodat partijen meer hun eigen rol kunnen pakken. Ja. En je kunt altijd hebben over tonen en dat soort dingen. Maar dat is juist volgens mij toch wel iets wat u met elkaar wilde eigenlijk. Toch? Ja, we hebben echt heel erg bewust op hoofdlijnen hebben we een akkoord gesloten. Mm-hmm. Ja. En dat is op zich heel mooi. Mm-hmm. Alleen wat je ziet is op het moment dat het spannend wordt. En dat is nu natuurlijk door die enorme tekorten in de zorg is het spannend geworden. Ja. Hebben we gewoon op bepaalde punten gewoon geen afspraken of te weinig afspraken gemaakt. Ja. En dan is het omdat je met vier hele verschillende partijen in een coalitie zit, is het natuurlijk wel moeilijker om elkaar vast te houden. En dat is wat je ziet. Ja. Nou, dat is ook een stukje inhoud. Dit gaat niet over de cultuur natuurlijk, ook dit rapport. En dat zijn twee dingen die daarin spelen natuurlijk. Ook wel interessant, de rol van de burgemeester wordt er ook wel specifiek in benoemd. Dat het toch ook wel heel belangrijk is. Meneer Marcouch zit ook nog niet zo heel lang natuurlijk. Ja. Vindt u dat hij zijn rol voldoende oppakt daarin? In zijn voorzitterschap en leidinggevende rol in de raad? Dat vind ik moeilijk om dat zo even te beoordelen. Mm-hmm. Ik zou... Dat vind ik lastig. Kijk, hij is natuurlijk ook hierin terechtgekomen. Mm-hmm. Dus ik ga ervan uit dat hij wel zijn rol heeft in het achter de schermen met al die partijen daarover te praten. Alleen zijn formele rol is natuurlijk in die raad, is hij er wel, hè, in die raadszaal. Maar daar kun je coalitie, ook als voorzitter, toch? Dus dat ziet u ook gebeuren. Vindt u dat voldoende? Nou, ik denk dat hij in het begin zag je dat hij daar op zoek was. Maar ik denk dat hij daar wel steeds duidelijker in wordt en dat is ook goed.
Maar binnen die coalitie is dat natuurlijk voor, heeft hij natuurlijk niet echt een rol. Dus dat is alweer lastiger. Ja, ja. Nee, dat snap ik. Maar probeer je rol als voorzitter van de raad. Ja, juist, ook gaat het vaak om, en de voorbeelden die genoemd worden van hoe gaan we daar met elkaar om? Hoe we interruperen? We luisteren naar de voorzitter of niet? Dat zijn dingen die dan genoemd worden. Nou, daar heeft hij wel heel duidelijk van begin af aan op gestuurd. En ik moet wel eerlijk zeggen dat dat wel echt heel erg anders is dan in de vorige periode. Dat we wel heel, heel erg veel minder elkaar direct aanspreken en via de voorzitter spreken. Dat is, dat is echt wel iets wat heel erg veranderd is. En ik vind wel dat hij daar wel duidelijk en helder is. Zelfs dat je soms denkt van, nou, dat iedere keer die voorzitter weer tussen, dat je als je met elkaar in debat bent, dat je soms denkt van, nou is niet. En dan, nog niet eens zozeer met de burgemeester, als wel in de commissievergaderingen. Oh, ja. Dat we ook soms wel zoiets hadden van, ja, nou, dan wordt weer te strak. Ja, wordt het te strak. Een beetje zoeken dus, soms. Ja, natuurlijk. En dat is natuurlijk altijd met dit soort dingen. Dat gaat dan even weer te ver. Grappig om te denken van, nou, dat was toen juist extreem die kant. En nu vinden we het weer extreem die kant. Ja. Hè? Maar dat is ook logisch misschien, die schommelingen daarin soms. Ja, ja, en het laatste, die lijkt me, vraag zelf bijna beantwoorden. Maar maak het minder persoonlijk, politiek. Hè? Dat is ook een van de adviezen daarin. Ja, nou, maak het niet persoonlijk. Ja, maak niet persoonlijk. Als u zo hoort, probeert u dat ook. Maar heel veel reacties die we net bekeken, dan lukt dat misschien nog te weinig. Ja. Goed, niet? In zijn algemeenheid binnen de politiek. Ja. Met de verwijten die toch over en weer nog wel gemaakt worden. Ik denk altijd, als je er, hoe emotioneler je erin zit, hoe moeilijker dat wordt. Hè? Mm-hmm. Maar dat is, dat moeten we wel proberen met elkaar. Het is niet persoonlijk. Nee. Weet je, ik ben het helemaal niet eens met een heleboel dingen van GroenLinks. Mm-hmm. Maar ik snap heel goed waarom ze het zeggen. Mm-hmm. Ik heb bijvoorbeeld met Muriel, mijn collega, inderdaad een gesprek gehad over die biomassa-centrale. Ja. Waar we Muriel Simonis. Ja. Best andere opvattingen over hebben. En als VVD en VVD en GroenLinks heel anders wel inzitten. Mm-hmm. Maar waar we onwijs prettig met elkaar dat hebben kunnen bespreken. En waar ik heel goed snap waarom zij vindt wat ze vindt. Mm-hmm. En zij ook snapt waarom ik vind wat ik vind. En ik denk, dat hoeft dus helemaal niet persoonlijk te zijn. Nee. Als je respect hebt voor elkaars mening en voor elkaars achterban, ook vooral, denk ik. Mm-hmm. Want je bent uiteindelijk volksvertegenwoordiger. Ja. Ja, ik denk dat je dan alleen maar op de beste manier je werk kan doen. Geeft u hier een positief voorbeeld van? Toch zit u dat voor mij nog te weinig. In ieder geval in de slag van de kennis ook, liet u optekenen, dat er weinig ruimte is om elkaar te horen en rekening te houden met en zich te verplaatsen in het belang dat gevoeld wordt door andere partijen bij hun standpunten. Ja, dat is wat wij met name in de onderhandelingen, de gesprekken over de zorgtekorten nu hebben ervaren. Ja. Dat we zorg gaat over mensen en financiële stabiliteit gaat over geld. Mm-hmm. En dan wordt er heel snel gezegd, want het gaat over geld, dat is niet belangrijk. Mm-hmm. Want we hebben het hier over mensen. Mm-hmm. En daarmee ga je voorbij aan het feit dat het voor ons belangrijk is. Niet omdat het geld is, maar omdat het gaat om een stabiel stadsbestuur en om een stabiele stad. En dat gaat uiteindelijk ook om mensen. De rekening die door willen schuiven en dat soort waarden die voor u dan weer belangrijk zijn. Ja, en dat ging daarover. Dat, dat wij het te weinig gevoeld hebben dat voor ons echt heel belangrijk is. En daarmee zeggen we niet dat zorg niet belangrijk is. Helemaal niet, want dat is ook heel belangrijk. Ja. Maar daar zijn te weinig begrip voor over en weer van waarom je met bepaalde standpunten komt. Ja. Oké. Okay. Dus zegt dat dan een beetje iets over die verhoudingen? Hoe dat dan misschien misgelopen is? Te weinig naar elkaar geluisterd? Ja, dat denk ik. Te weinig naar elkaar geluisterd, te weinig geïnvesteerd in de relatie, denk ik. Ik denk dat echt gebeurd is. En daar waren we natuurlijk allemaal bij. Mm-hmm. Daar moeten we wel echt mee aan de slag met elkaar. Ja, het blijkt niet makkelijk te zijn natuurlijk, want twee mensen aangesteld, meneer Markink en meneer Groot-Wassink. Ja. Nou, die hebben hierheen gesproken, meerdere keren denk ik misschien zelfs wel, en die zeggen na een paar weken, niet eenvoudig ontwarre knoop, maak ze ervan, maar voorlopig zien ze geen oplossing op dit moment. Nou, die wil maar die, wil maar die, iedereen wijst een beetje naar elkaar, maar in ieder geval op korte termijn zijn vervolgstappen niet kansrijk, zeggen ze. Ingewikkelde situatie. Ja. Hebben we er met elkaar van gemaakt? Dat is ook, en het is ook wel een teleurstelling, vind ik. Want wat ik al zei, dit is echt slecht voor de stad. Mm-hmm. We moeten door met al die prachtige dingen waar we mee bezig zijn, waar we middenin zitten. Het is misschien wel goed dat we nu even allemaal op vakantie zijn en
even ons hoofd met iets anders vullen. Ja. Maar, ja, dus ik ben ook echt even niet mee bezig. Niet een beetje huiswerk nog meegekregen van jawel, die met die. Of de werkdag nog eens uit. Of, En ik merk ook wel dat ik, want de verkenners hebben gezegd 19 augustus gaan we verder. Ja. Maar ik merk wel dat ik heel onrustig word. En dat ik denk, ja, maar dat zo lang moeten we niet wachten. Nee, volgens mij moeten we, maar goed. Maar nu is even... Wat kunt u in de tussentijd doen? Wat zijn stappen die nu nog... Nou, misschien dat je toch nog eens even met elkaar het gesprek kunt aangaan. Hè? En dat is, dan is het ook wat informeler en dan zit er wat minder druk op. Omdat er nog geen... nog niks van afhangt misschien meteen. Nee. Dus misschien dat dat wel een goed idee zou zijn. Dat we gewoon elkaar kleine restaurantjes... Precies, in de mooie plekjes, mooie terrassen van Arnhem. Dus even elkaar opzoeken en... Nou, vooral kijken waar, waar we elkaar vinden in plaats van waar we elkaar niet vinden. Ja, oké. Okay. Dus wellicht voor 19 augustus dat de kaarten alweer wat anders liggen. Ja, ik hoop het. Oké, nou, we gaan het afwachten. Ja. Ik merkte toch ook wel, ook bij meneer Combé, van ook toch wel een beetje frustratie van... Ja, toch een beetje het weglopen van GroenLinks en Partij van de Arbeid wel. Hè, dat het wel een beetje zo ervaren wordt. En u gaf ook wel aan, ook in die gespreksvraag van... Dat heeft toch wel een beetje wat schade gedaan toch wel aan de relatie. Hoe ziet u dat op dit moment, zeg maar? Het feit dat... Nou ja, het wordt door u omschreven als weglopen, dus ja. Nou ja, dat is wel... wat ik al zei, hè. Ik was bijvoorbeeld een paar dagen voordat wij dat telefoontje kregen... had ik met Muriel Simonis heel goed op de inhoud die gesprekken gevoerd. En dan krijg je dat telefoontje. Hè. En toen dacht ik, ja, maar zij waren hier dus al een tijdje mee bezig. En dat voelt gewoon niet heel fijn. Yeah. Dus, en daar doelde ik eigenlijk op. Weet je, dat doet wel wat met de relatie. Ja. En ik denk ook dat daarvoor goed is dat we nu even afstand nemen van elkaar. En, kijk, daar kun je blijven hangen. Ja. Ja. Maar dat moet natuurlijk niet, want we moeten met elkaar verder. Ja. Hoe dan ook, wij moeten allemaal met elkaar verder. Of nou in welke verhouding dan ook. Ja. De komende 3 jaar zijn wij tot elkaar veroordeeld. Ja. Dus laten we er met elkaar iets moois van maken. Ja, precies. Ja. Nou, ik denk, als je kijkt naar die bestuurscultuur, zeg maar... GroenLinks PvdA willen graag dan D66 eruit. Maar gaat dat iets oplossen voor de raad? Want dan heb je de oude coalitie en de oppositie. Ja. Maar maakt dat de verhoudingen beter? Nee, dat denk ik niet. Ja. En daarbij, want dan moeten we echt nieuwe onderhandelingen gaan voeren. Ja. Met minimaal 2 andere partijen. Nou, dan zijn we in een half jaar echt niet uit, denk ik. Want dat ligt natuurlijk. Je kan natuurlijk partijen die daar dichtbij staan, hè, en dan komen die misschien snel uit. Die qua inhoudelijk iets dicht bij D66 staan. Ja, ja. Maar, nou ja, goed. Maar dan nog vraag ik me af hoe snel dat gaat. Ja. En dan komt er nog een begroting tussendoor die we ook moeten behandelen. Ja. Hè? Dus dat gaat allemaal niet. Dat is allemaal niet zo heel makkelijk. Nee. Dus ik vraag me af of we daar beter van worden. Ik denk dat we er veel beter van worden als wij zeggen met deze 4 partijen, jongens, dit kunnen we met elkaar oplossen. Ja. Ook met het rapport Frisse eronder. Ja. Dat je juist dan laten we zien dat we dat achter ons laten en dat we het wel kunnen met elkaar. Ja. En het was niet voor niks zo'n lange formatieperiode. Het is niet zomaar even geregeld. Het was een stukje die inhoud ook, want het is eigenlijk dan stuk gelopen op de perspectiefnota, dus de wijziging op de begroting. Zorgtekorten zaten daar natuurlijk in en uiteindelijk vond u voor uw partij dat daar eigenlijk te veel in de reserves gegrepen werd. Hè? Ja. Dus dat daar de financiële stabiliteit te veel aangetast werd. Ja. Misschien allereerst even. Kijk, uiteindelijk bent u een fractie en uw wethouders zijn onderdeel van het college, maar die zaten daar natuurlijk wel aan tafel. Ja. Hebben die de belangen misschien toch wat te weinig verdedigd van de VVD daarin? Dat weet ik niet, want ik zat daar niet aan tafel. Dus dat vind ik moeilijk om. Maar kijk, zij hebben als college besloten om binnen het coalitieakkoord met oplossingen te komen. Mm-hmm. En daarvan hebben wij als VVD gezegd, dan moet je doen als dat nodig is. Hè? En de korten die hebben laten zien dat dat nodig is. Mm-hmm. Alleen wij hebben daar wel 2 voorwaarden voor. Dat het evenwichtig over de 4 partijen verdeeld wordt, de schade. Ja. Ja. En dat wij de weerstandsfactor, dat die op orde blijft. Hè? Dat we toch enigszins dan... Financiële stabiliteit, stabiliteit voor een deel. We hebben daar wel echt... Dankjewel. Ja. We hebben daar wel een deel van willen inleveren. Mm-hmm. De helft van wat wij in het coalitieakkoord hebben afgesproken. Ja.
Alleen niet alles, omdat we dan onder een bepaalde grens komen die gewoon niet gezond is. Nou, en dat is niet gelukt in het voorstel wat uit het college kwam. Nee. Dus wat dat betreft hebben onze wethouders zich niet, zeg maar, hè, die hebben dat niet voldoende meegenomen. Nee, maar die zijn toch wel voldoende VVD'er om te weten dat het voor de VVD belangrijk is. Ja, maar ja, kennelijk is dat in het college niet gelukt. En, maar dan, dan gaat het naar de raad. En gelukkig hebben we dan nog de raad. En hebben wij gezegd van ja, maar dat gaat ons echt een grote stap te ver. Ja. Even kijken, nou, misschien nog even wat andere onderwerpen ook. Hè. Dat is natuurlijk interessant, maar al heel wat over besproken nu. Diftar, daar wilde ik ook graag nog even over hebben van mij. Betalen per afvalzak, wat ingevoerd gaat worden, in ieder geval in Arnhem lijkt het op. Daar bent u niet zo mee eens, volgens mij. Nee, dat klopt. Nee. Ja. Nee, want wij zien eigenlijk dat het systeem er nog helemaal niet geschikt voor is. Hè. We hebben nu natuurlijk een besluit genomen over de grootte van de vuilniszakken waar een ingreep moet komen, wat er weer 3 ton kost. We hebben het over incontinentiemateriaal, wat echt een soort van open einde regeling is, waar we helemaal niet eigenlijk nog een idee hebben van wat het allemaal gaat kosten. Dus, plus dat we ook verwachten dat als mensen moeten gaan betalen, dat ze veel meer afval gaan dumpen dan wat er nu gebeurt. Dus nee, wij zijn eigenlijk niet echt een voorstander van Liftar. Ja. Nee. Toch is dat dan dit college ingevoerd gaat worden? Ja, dat... Een van de dingen die u dan heeft moeten slikken als partij. Precies, Ik begrijp dat u niet wilt. Ja, ziet u daar nog iets in veranderen? Het lijkt nog altijd toch wel een raadsmeerderheid volgens mij, die daar nog wel in mee blijft gaan. Ja, nou ja, en kijk, en dat is dan het andere verhaal. Op het moment dat een raadsmeerderheid is, dan is dat zo. Ja. Dan wordt het uitgevoerd. Ja. Alleen ik merk wel dat er steeds meer partijen zijn die ook zien dat het wel heel ingewikkeld wordt allemaal. En dat we toch... Kijk, want het verhaal was steeds ook dat afval geld op gaat leveren. Maar het blijkt steeds meer dat het toch eigenlijk heel veel geld kost. Dus ja, dan moet je wel op een gegeven moment je knopen tellen met elkaar. En kijken van, is dit nog wel wat we willen? Ja. En kijk, omdat wij tegenstander zijn, zullen we daar natuurlijk wel op blijven hameren. En wel het reële beeld blijven neerleggen van, jongens, dit is waar we naartoe gaan. En dit is wat we niet willen. Zwerfvuil, wat is niet ontstaan... Ik kan me voorstellen dat een ding is. Of... Zwerfvuil, gewoon een dumpen wat je nu... Ja. En dat is ook heel, heel vervelend. Wat je nu bijvoorbeeld ziet, is dat mensen gewoon afval dumpen in de kledingbakken van Switch. Ja. Waardoor dat ook niet meer te gebruiken is. Terwijl het nu natuurlijk nog niet eens betaald hoeft te worden. Ja. Op het moment dat je moet betalen om de plek op te wordt het dan alleen nog maar erger. Wordt de prikkel zou groter kunnen worden. Ja. Kun je voorstellen. En dat je... Ik kan me ook voorstellen dat je plastic afval waar je niet voor hoeft te betalen, dat ernstig vervuild raakt, waardoor je dat ook niet meer kunt recyclen. Dus dan ga je ook de plank misslaan op dat gebied. Ja. En u bent nog steeds voorstel van gewoon het omgekeerd inzamelen? Of zou je ook nascheiden bijvoorbeeld willen onderzoeken? Ja, dat is een van de dingen die in andere steden nog weer naar voren komt. Ja. Ja. Ik denk dat als wij nu opnieuw helemaal de beslissingen zouden moeten gaan nemen, dat we heel erg voor nascheiden zouden zijn. Ja. Omdat inderdaad ook onderzoeken wel uitwijzen dat eigenlijk de beste manier is om het te doen. Dus onderzoeken beweren dat het in ieder geval efficiënter en goedkoper eigenlijk is. Hè? Precies. Ja. En als het efficiënter is, is het dus ook beter voor het milieu, denk ik dan. Ja. Dus dan heb je 3 vliegen in 1 klap. Ja. Maar we hebben natuurlijk een aantal besluiten genomen intussen richting het omgekeerd inzamelen. Laten we dan in ieder geval zorgen dat we goed voor elkaar hebben. Ja, dat zijn de tegenstanders die dan, of de voorstanders van Diftar die dan aanvoeren van, er zit dan geen gedragscomponent in. Hè? Op het moment dat je nascheiden doet of zo, hè, dan, je verandert niks aan het gedrag en de intentie van de burger. En dat vinden ze zo belangrijk, dan hoor je dan. Hoe kijkt u daar tegenaan? Ja, nou, ik denk, kijk, als wij vinden met z'n allen het milieu steeds belangrijker en terecht. Dus ik denk dat een beloning in ons gedrag al is dat we dan bijdragen aan dat betere milieu. En misschien moeten we dat ook zomaar bekijken. En ik denk ook aan de andere kant dat wij ondertussen bezig zijn om zoveel uitzonderingen te creëren binnen dat Diftar. Dat het principe dat de vervuiler betaalt eigenlijk al helemaal niet meer gehandhaafd is. Omdat er... met al die uitzonderingen heel veel vervuilers zijn die helemaal niet meer betalen. Dus de vraag is of je echt gedrag op die manier verandert. En het beste voorbeeld is eigenlijk glas. We verzamelen al, 20, 30 jaar met enorm veel succes glas in. Zonder dat daar ook maar welke financiële prikkel dan ook aan vastzit. Dus ik denk dat op het moment dat de informatie goed is en omdat we, op het moment dat we het goed organiseren met elkaar, dat geen probleem is. Oké. Nieuwe bomenbeleid. Ja. Daar wilde u ook even over spreken. Omdat het natuurlijk best wel
ja, actueel, maar kom ook geregeld vooral in het nieuws dat veel actiegroepen, met name wel in Arnhem zijn, die daar stevig van zich laten horen in elk geval. Hè. Ja. Misschien nog begin met uitleggen hoe dat ook alweer zit. Hè. Voor mij wordt een kapvergunning geweest, die is er niet meer. Ze hebben best een nieuw beleid. Hoe gaat dat op dit moment? Ja. Nou, we hebben inderdaad de kapvergunning afgeschaft. En er zijn partijen die vinden dat het weer terug moet komen. Ja. Omdat ze vinden dat Arnhem niet groen genoeg is. Ja. Waarom is die kapvergunning afgeschaft eigenlijk? Ja, dat is een goede vraag. Maar het is omdat daar een politieke meerderheid voor was nu. Maar wij zijn daar wel voor. Omdat wij vinden dat je eigenlijk baas bent in je eigen tuin. Ja. Hè? Als jij een boom in je tuin hebt staan, dan moet jij eigenlijk zelf wel kunnen besluiten of je die eruit wil halen of niet. Ja. Om wat voor reden dan ook. Hè? Ja. Daarbij is het wel zo dat we natuurlijk in Arnhem een lijst hebben met mooie bomen die we met z'n allen graag willen bewaren. Mm-hmm. Die lijst is die is niet heel lang. Die zou best uitgebreid kunnen worden. En dan zou je kunnen zeggen, als we nog bomen hebben in de stad waarvan we denken, die willen we echt niet kwijt. Ook als die bij mensen in de tuin staat, dan moeten we die beschermen. Ja. Dus we zijn best ook voorstander van om die lijst gewoon nog eens even heel goed tegen licht te houden en om daarnaar te kijken. Alleen, ik denk niet dat op het moment dat iemand een boom in zijn tuin heeft staan, over één nacht ijs een boom gaat kappen. Want het is niet iets wat je zomaar doet. Mm. Ik vraag me ook af of het aantal bomen op particulier terrein nou zoveel is teruggedrongen sinds die kapvergunning weg is. Daar geloof ik ook niet zo in. Nee, dus wij zijn daar gewoon geen voorstander van. Nee. En er wordt nu wel een nieuw beleid ontwikkeld, zeg maar. Ja. Wat vindt u daarin verstandig? Nou, dat we dus, wat ik zeg, dat we die bomenlijst nog eens goed tegen het licht houden. Wat ik heel verstandig vind, is dat we bij nieuwe projecten gewoon veel beter, en dat doen we eigenlijk nu al, hè, kijken naar wanneer moeten bomen echt sneuvelen. En wat kunnen we doen om bomen te behouden. Maar dat we ook gaan kijken naar waar kun je nou meer bomen. Met name de binnenstad is natuurlijk best versteend. Hè? Er zijn best plekken waarvan je zegt, daar kunnen we nog best wat meer groen in kwijt. Hè? Ik weet dat bijvoorbeeld bij de ontwikkelingen van het stadhuis, daar zou je best kunnen kijken van hoe kun je dat gebied rond het stadhuis nou wat meer groen maken. Nou, ik denk als we daar heel bewust mee aan de slag gaan, dat eigenlijk al heel goed is. Ja, oké. Okay. En inderdaad, het beeld dat soms geschetst wordt, dat nu eigenlijk veel te makkelijk bomen gekapt worden bij projecten of wat dan ook. Wat vaak inderdaad door actiegroepen naar voren gehaald wordt, dat onderschrijft u dan niet? Dat onderschrijf ik niet. En ik denk wel dat we als gemeente, dat het goed is dat we er kritischer naar kijken nu dan een aantal jaar geleden. Maar ik ken ook de discussies over het bosbeheer. En daar is natuurlijk, daar heb je aan de ene kant biodiversiteit en aan de andere kant bomenkap. Dat zijn ook keuzes die gemaakt worden. Maar als ik kijk naar hoe groen we wonen. Ook als je kijkt naar bijvoorbeeld het aantal bomen wat in zo'n Warnsborn wordt gekapt. Wat dat dan doet met zo'n gebied. Want je zou eigenlijk, dat is vorig jaar gebeurd. Hè? Je zou nu eens moeten gaan kijken wat dat doet. Mm. Ja, ik denk, er zijn mensen, professionals bezig met bosbeheer. En ik heb het gevoel dat die snappen waar ze mee bezig zijn. Mm-hmm. Ja, oké. Okay. Misschien een brugje als we het toch hebben over bomenkap naar de biomassacentrale. Natuurlijk geen bomenkap. Hè, Nee, juist niet. Volgens u inderdaad in ieder geval. Er is natuurlijk afgelopen tijd ook veel discussie over geweest. Ja. Misschien vaak ook wel dezelfde groepen die ook daar tegenstander van zijn. Ja. De situatie lijkt nu dat de centrale toch eind van het jaar open zal gaan. Ja. En als nog iets gedaan kan worden, wellicht vanuit de provincie. Maar eigenlijk was uw standpunt een beetje van, we hebben de afspraak nu eenmaal zo gemaakt. Dit moet er nu ook gewoon zo komen, toch? Ja. Nou ja, dat en dat is niet zomaar. Want we hebben een van de grootste tegenargumenten is dat we bomen kappen voor biomassa. Nou, dat is niet zo. Dat is gewoon niet waar. Deze biomassacentrale, daar ligt een contract over dat er alleen aanhoud ingaat. Dat zijn reststromen. Dus er wordt geen boom gekapt voor deze biomassacentrale. Dus dat argument kun je eigenlijk al opzij schuiven. Maar ziet u dan ook niet, er wordt dan ook wel eens gebeurd van, als het voor deze niet is, dan zijn er wel in zijn totaliteit zoveel biomassacentrales inmiddels. Ja. Dat daar nooit alleen maar restafval of snoeiafval in kan. Hè? Dus dat uiteindelijk dat we daar toch een beetje de bossen wereldwijd mee opbranden. Nee, dus ik ben ook geen vervent voorstander van biomassacentrales. Mm. En dat zult u mij ook nooit horen zeggen. Mm. Want
Kijk, dit is ook een tussenstap. Hè? Mm-hmm. Er is volgens mij echt niemand, in ieder geval niet in onze raad, die zegt biomassa centrales is de oplossing voor de verre toekomst. Mm-hmm. Het bedrijf wat op IPKW zit, is bezig met op basis van waterstof die energie daar te gaan opwekken. Die willen uiteindelijk, willen zij volledig energie-neutraal dat hele terrein gaan bedienen. Mm-hmm. Er staan hele oude gasinstallaties die veel vervuilender zijn dan die biomassa-centrale die daar nu gebouwd is. Mm-hmm. Maar je zou een nieuwe gasinstallatie neer kunnen zetten. Ja, dat zou kunnen. Ja. Maar alleen, wij hebben met elkaar besloten dat wij minder gas willen gebruiken om Groningen te ontzien. En omdat we niet afhankelijk willen zijn van Russisch gas bijvoorbeeld. Mm. Dus dat is een besluit wat we genomen hebben. Op basis van dat besluit is deze organisatie begonnen met een biomassa-centrale. Ja. Nee, dus iedereen snapt hoe het gekomen is en daar heeft iedereen destijds mee ingestemd. Precies. Alleen, nu zijn er vanwege nieuwe inzichten mensen die beweren, is dat nou wel verstandig? Nee, dat snap ik ook. Ja. En als wij nu een biomassa-centrale zouden gaan bouwen op IPKW, dan zou je daar die discussie kunnen voeren. Maar ik vind als je 3 jaar geleden dit met een bedrijf hebt afgesproken en die heeft er 3 jaar geïnvesteerd en hij gaat nu in oktober open, dan kun je niet tegen zo'n bedrijf zeggen, sorry jongens, maar we denken er nu anders over. Maar dat is uw voornaamste argument, maar nieuwe aanvragen, daar zou u ook geen voorstander van zijn. Nee, dat denk ik niet. Nee. Maar dat is ook een afweging die je op dat moment maakt. Alleen, ik denk wel dat als wij... En dat is ook iets, als wij met elkaar vinden in de meerderheid dat wij geen gas meer moeten toestaan, dan moeten we geen nieuwe gasinstallaties gaan bouwen in Arnhem. Ja. Dat lijkt me dan in ieder geval de eerste stap. Dus, en als je dat wel wil, dan moet je op basis van het gas een andere afspraak maken. Ja. Dus daar moet je wel, ook naar ondernemers, moet je daar wel duidelijk en rechtlijnig in zijn. Want anders dan is er geen ondernemer meer die hier straks in de stad zegt van nou, daar ga ik nog eens leuk een bedrijf beginnen. Ja, helder. Ik heb een aantal vragen van collega's. Oh. Die heeft u ook mogen bedenken natuurlijk. Een aantal collega's ook. Ik vind het wel aardig van Leo de Groot, van Partij voor de Dieren. Om eens over na te denken. Misschien moeilijk om direct een antwoord op te hebben. Maar hij vroeg zich af van... Even een beeld hoe vervoer eruit zou zien in de toekomst. En dan denkt hij over een jaar of 50. Ja. Heeft u daar wel eens over nagedacht? Ja, zeker heb ik daar wel eens over nagedacht. Ik denk dat we over 50 jaar... dat is misschien wel een antieke onzin hoor. Maar zo zie ik het dan voor. Ja, een beetje speculeren. Ja, dat we een soort van... wat we nu voor die stadsdistributie organiseren... dat we dat voor onze alle distributie doen. Hè? Dat we een soort van elektrische hop-on op of... dat denk ik. Oké. Okay. Inclusief... We gaan over de grond nog? Of gaan we vliegen? Of, We gaan denk ik niet vliegen. Nee. Tenminste, dat is... Hoe futuristisch het ziet. Als je kijkt al hoe moeilijk dat nu is met het gewicht van batterijen en vliegtuigen, dan zie ik vliegen niet... maar ik denk wel elektrisch. Elektrisch en ik hoop ook eigenlijk dat we dan ook het lokale netwerk veel beter kunnen aansluiten aan het... het landelijke en het internationale netwerk. Hè? Dat je ze dus ook aan kunt haken op... dat ik zeg maar op de Amsterdamse weg ergens instap... en dat ik kan zeggen van ik wil naar Bordeaux... en dan ga je via Parijs up naar Bordeaux... en dan kun je gewoon met je krantje gaan zitten. Nou, zoiets. Ja. Dat lijkt me fantastisch. Ja, precies. Je bent zelfbestuurbaar. Oké. Ik denk dat we daar wel naartoe gaan, op welke manier dan ook. Volledig emissieloos in ieder geval. Ja, dat denk ik wel. Ja. Oké. Vraag van mevrouw Paap heb ik ook nog. Die zei namelijk, wat gaat jouw fractie aan doen om van de politiek de komende 3 jaar een positief beeld neer te zetten? Uw eigen vraag natuurlijk, maar misschien kan hij hem ook zelf beantwoorden. Ja. Ja. Nou, dat is ook wel een beetje in de lijn van waar we het ook al over hadden. Hè? Dat we het over inhoud moeten hebben en moeten stoppen met elkaar de maat nemen. Mm-hmm. Want iedereen zit daar voor zijn eigen achterban. En als je elkaar dan de maat neemt, dan betekent dat je eigenlijk die achterban buiten de deur zet. En ik denk dat dat niet terecht is. Mm-hmm. Kijk, ik ben aangenomen zeg maar, om het geluid van mijn achterban in de raad te laten horen. Mm-hmm. En zo zit iedereen daar. Mm-hmm. En je kunt dus niet meningen van anderen wegzetten als onzin en flauwekul en bullshit. Mm-hmm. Want dat is het verhaal van zijn of haar achterban. Ja. En ik denk dat je het op die manier met respect moet... Mm-hmm. Behandelen. En je hoeft het er niet mee eens te zijn, maar wel met respect. Ja, oké. Dan tot slot. Ja, vorig jaar gaf uw collega uw partij een 8. Ja. En zichzelf dan ook maar. Ja. Is het dit jaar beter gegaan of ietsje minder? Of wat zou het afgelopen jaar zijn? Nou, ik denk dat we inhoudelijk
zeker die 8 verdienen. Mm-hmm. Maar het feit dat het de coalitie niet meer is, mm-hmm. eigenlijk, ja. Vind ik... niet heel succesvol. Vind ik in geen voldoende. Nee, dus ik vind niet dat we een voldoende verdienen. Geen voldoende? Okay. Nee. Het is een onvoldoende eigenlijk toch voor dit jaar dan? Ja, vind ik wel. Ja. En, en niet specifiek voor ons, maar wel voor misschien ons als hele raad. Ja. Ik vind het een heel hard gelag waar we nu in zitten. Ja. En het is jammer, nogmaals, voor ons allemaal, maar vooral voor de stad. Zeker, oké. Even een specifieke doelstelling voor dit jaar. Ja, misschien met alles wat we besproken hebben, spreekt het ook al een beetje uit. Maar wat voor het komend jaar het belangrijkste voor u? Ja, wat het allerbelangrijkste is dat we dit zo snel mogelijk op de rit krijgen, mm-hmm. natuurlijk. En dat we weer met een positief gevoel allemaal de komende 3 jaar verder kunnen. Mm-hmm. En waar ik me enorm op verheug, is een klap geven op Stadsblok Meijnerswijk. Want dat komt er natuurlijk aan. Oh, ja. En dat is denk ik ook heel mooi mm-hmm. voor de stad. Ja. We gaan natuurlijk de herdenking... Dat is ook iets wat ons weer een beetje verbroedert, denk ik. Ja. Dus dat betreft, we hebben zulke mooie dingen. Dingen om op te verheugen komende jaar. Oké, bedankt voor het gesprek en fijne zomer.